ze achteraf praten, maar dit zijn wel de lekkerste, toch? Ja, tuurlijk. Zeker als de ploeg zoveel strijd op de mat hebt gelegd en toch met wat hectische situaties aan het eind, dat je hem nog eruit sleept. Ja, dat is kicken natuurlijk. Voelde jouw redding als een doelpunt? Ja, denk ik wel. Zo vond je ook te juichen? Ja, ja, ik kwam er even uit. Ik moest er even uit. Je weet dat het kort op het einde is en dat het gewoon een belangrijk moment is. Ja, en als je dan die bal net lekker voor je paal langs rolt, is het heerlijk. Was dat ook het moment dat jij dacht, die punten zijn binnen? Nee, niet direct, maar het geeft wel energie. En dat voel je ook bij die gasten, weet je, die schreeuwen even. En kijk, daarna zijn er nog genoeg situaties geweest natuurlijk. Maar ja, we hebben wel gestreden als stijgers. In hoeverre voelde jij een vorm van revanche ten opzichte van die 1-1? Nou ja, niet. Ja, het was gewoon een ongelukkig moment. Ik glij eigenlijk uit bij het lopen, waardoor ik niet goed, mijn duik niet goed uitkomt. Ja, en die rolt gewoon heel ongelukkig onder mijn handen door. En de spits stond daar om in te tikken. Ja, dat is het leven van een keeper. Allemaal door die zandbak? Nou, ik moet zeggen, die 5 meter in de eerste helft die was behoorlijk slecht. En aan de andere kant een stuk beter. Maar dat heeft dan ook te maken met het veld, wat je gewend bent, hè? Kunstgras. Ik zei op de radio, met kunstgras had dat niet gebeurd. Nee, dat denk ik niet. Maar dat doet dan wel even een tikkie bij jou? Of zeg je van nou... Ja, natuurlijk. Foutjes maken wil niemand. Maar ja, wat ik zeg, dat hoort bij keeper. En als je daar tegenover genoeg reddingen zet, dan sleep je hem toch nog eruit. Wat zie jij die laatste 20 minuten voor je neus gebeuren? Ze zitten er een extra spits bij. Ze gaan alles of niks spelen en ze blijven maar pompen. Ja, dat deed ik eigenlijk al vanaf het begin. Heel optimistisch natuurlijk, veel op die Olaren. Dat werd alleen maar erger met veel mensen om de 16-1. Ja, ik zie veel goede kopduels die we winnen. Wel tweede ballen die gevaarlijk vallen af en toe. Maar dat hou je met zulke situaties. Dus ja, dat moet je goed bespelen. Hoe gek is deze competitie? Een paar weken geleden spraken we over Roda, Excelsior en Go Ahead. En nu sta je gelijk met NEC en Sparta. Ja, we moeten gewoon naar onszelf kijken. We komen van ver. En dit zijn gewoon wat dat betreft hele lekkere punten tegen een behoorlijke tegenstander, denk ik. En we gaan gewoon lekker naar zaterdag kijken om deze week mooi af te sluiten. Hoe realistisch is het? 9 uit 3 wedstrijden? Nou ja, je ligt wat dat betreft nog op koers. Dus we hebben nu de eerste 6 zitten in de pocket. En we gaan gewoon weer lekker vol voor de volgende 3. Je blaken van het zelfvertrouwen. Ja, nou ja, goed. Er zijn jongens die goed in vorm zijn. En dat is super natuurlijk. En dat heb je ook nodig in deze fase van de competitie, zoals wij ervoor staan. Dus we moeten nog wat punten binnenhalen. Is het te vroeg om te zeggen, het komt nu helemaal goed? Ja, dat zeg ik pas als... Een fles champagne anders dan. De Fat Lady Sinks, of hoe zeggen ze dat? Nog 5 wedstrijden volgens mij. En daarna dan spreken we elkaar of het echt gelukt is of niet.